जिक्र होता है जब कयामत का तेरे घरों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। Inmiddels 2:05, lieve luisteraars. De vrijdagmiddag. En ik had vooraf geen gesprek aangekondigd. Maar in de loop van de dag kwam ik toch op het idee om stil te staan bij een week Suriname. Veel gebeurd. Heel wat thema's, issues die de revue zijn gepasseerd. En we kunnen het weekend niet ingaan zonder dat allemaal aangestipt te hebben. En toen dacht ik, wie zal ik daarvoor bellen? En ja hoor, meneer Anand Bihari was beschikbaar, dus we gaan met hem stilstaan bij de actualiteiten, de ontwikkelingen in Suriname. En ik weet zeker dat hij overal een mening op heeft. Ja, Anand Bihari, en hij zou geen mening hebben. Dat zou natuurlijk een teleurstelling zijn. Meneer Bihari, goedemiddag, welkom in de uitzending. Goedemiddag, meneer Karteram. Dank u wel voor de uitnodiging, zoals u heeft aangekondigd, ongepland. Ja. Prima. We gaan praten, meneer Bihari, want er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen dagen. We hebben gezien dat er een vissersvergunningdispuut gaande is tussen Guyana en Suriname. Waarbij de president van Suriname en de vicepresident en de minister van Landbouw van Guyana alle gedrieën in koor zeggen, yes sir, you did the promises. Yeah. En dan yes sir is de minister, is de president van Suriname. Heeft meneer Santoki problemen met geheugenverlies? Of was hij zich op dat moment, was hij niet nuchter toen hij die belofte maakte, of doet hij alsof? Waarschijnlijk heeft hij een paar glaasjes wijn opgehad daarna deze belofte gedaan. Ja. Maar anderzijds, meneer Katram, laten we dat als een grappige uitspraak van mij zien. Ja. Kijkt u in de internationale diplomatieke verkeer? Ja. Is het standaardpraktijk wanneer regeringsleiders elkaar ontmoeten, dan heb je een protocol. Ja. En binnen dat protocol gaan twee leiders van landen elkaar ontmoeten en meestal een formele handeling plegen, namelijk een contract vooruit, uitonderhandeld, uitgewerkt. En dan leggen ze het klaar en dan wordt het getekend en dan worden grote gebaren gemaakt van ABC, weet u wel. Ja. We hebben nooit vernomen dat meneer Santoki, wanneer hij had voorgenomen naar Guyana te gaan, dat hij van plan was visvergunningen af te geven aan Guyanese vissers. Ja. Anderzijds, meneer Irfan Ali kan en mag zich er niet op beroepen dat een belofte een nakomende verplichting op de schouders van meneer Santoki heeft geladen. Zo werkt dat niet in het internationale diplomatieke verkeer. Ja. Begrijpt u? Ik noem dit gewoon, ik zie twee kinderachtige leiders zaken doen. Kinderen, aan beide zijden, meneer Karteram. Ja? Zo werkt het niet, nee. Zo behoort het niet te werken. Ja, meneer Santoki heeft onbevoegd gehandeld. Ja. Dat staat vast. Mm-hmm. Dat betekent, meneer Santoki laat zien dat hij geen verstand van zaken heeft wat betreft het invullen geven aan de presidentiële functie zoals dat behoort. Ja. Dat is wat we vaststellen. Ja. Aan de andere zijde zien we dat meneer Irfan Ali op zijn borst klopt en zogenaamd zegt van een gentleman's agreement, u moet dat nakomen. Nee, zo werkt het niet.
behoort het niet te werken. Ja, nee, begrijp ik. Maar goed, er hangt nu iets in de lucht, hè? Want ik heb er hangt iets in de lucht. Wilt u het geduid krijgen? Laat ik het duiden, meneer Carter. Ja. Wat is gaande daar achter de schermen? Ja. Wat is er meneer gaande? Meneer Yokohama. Ja. Dat is een Elias OBJ-permisser. Ja. Ja? Ja. Veroordeelde voor witwasser te zijn. Ja. Deze meneer bezit in Suriname een vijftal casino's. Ja. Hij wilde allang in Guyana een casinovergunning bemachtigen. Ja. Is hem nooit gegund. Oké. Okay. U weet mevrouw Melissa, Sanitjeri Santoki. Ja. Is van Guyanese afkomst. Ja. Is de buitenvrouw vriendinnetje maîtresse geweest van Roger Kahn. Oh god. Ja, de drugscrimineel uitgeleverd door Suriname aan Amerika. Ja. Is bestraft geraakt. Ja, er lopen lijnen in dat land en tussen dat land en Guyana, meneer Carteram. Ja. Drugslijnen. Meneer DJ-permisser wilde een casinovergunning. Je krijgt een casinovergunning in Suriname en in Guyana. Onder voorwaarde dat het primair een hotel behoort te zijn. Maar goed, alvorens je die hotelvergunning krijgt, moet je natuurlijk van goede afkomst zijn, een goede reputatie hebben als bedrijf, et cetera, et cetera. Ja. Voordat Irfan Ali de macht heeft gekregen, had de vorige regering het standpunt ingenomen, BJ Permisser, ja, met zijn bedrijven, mag geen hotelvergunning krijgen en daardoor ook geen vergunning voor een casino. Mm-hmm. Oké, maar nu is de situatie veranderd. Je hebt aan de ene zijde Santoki en aan de andere zijde Irfan Ali. Ja. En daar achter de schermen loopt de geheime lijnen, hè, Sanitjeri, Melissa Sanitjeri en Roger Kahn. Meneer Roger Kahn heeft macht in Guyana, ja. Toch? Tot aan de president. En Permisser heeft macht in Suriname. Ja. En zo hebben ze de deal gesloten, toch? Mm-hmm. Regelen vergunning voor BJ Permisser en in ruil daarvoor zal ik aan Guyanese 150 visvergunningen geven. Dat zijn de realiteiten, meneer Carteram. Even kijken. Want wat wij tot nu toe weten, ja. Hè, voordat ik u dit inzicht heb gegeven, met ja. U heb gedeeld, ja. Op grond van wat wij tot nu weten, constateren wij dat iets onbegrijpelijk is, dan wel irrationaliteit, hè, omhoog komt. Mm-hmm. Onbegrijpelijk, toch? Ja. En ik duid dat. Ja. Dit is wat achter de schermen speelt, meneer Carteram. Ja. En dat maakt alles verklaarbaar. En ja, meneer Santoki heeft zich laten lenen vanwege zijn vrouwtje, toch? Ja, maar wat voor relatie is dat vrouwtje? Die banden onderhoudt in de criminele wereld. Oké, okay, ja. En daardoor meneer Santoki gebonden is vanwege zijn bedgenoten. Punt uit. En meneer Santoki en meneer Irfan Ali zijn dus eigenlijk erin verstrengeld geraakt via dus wat u zegt, de banden Melissa met die meneer Roger Kahn en meneer van Yokohama. En zo heeft Santoki dan uiteindelijk aan Irfan Ali 150 visvergunningen aangeboden in ruil voor die vergunning aan meneer Yokohama, zegt u? Nee, meneer Santoki zou het aangeboden hebben, uitgesproken hebben naar Irfan Ali toe. Ja. Maak je niet druk, ik zorg dat 150 visvergunningen worden afgegeven. Ja. Hij was daartoe onbevoegd. Ja, maar duidelijk, dat snap ik wel. En de DNA behoort in te grijpen ook in Suriname. Ja. Doen ze ook niet. Ja. Nou ja, dat verhaal kennen we al, hebben we vaak besproken. Ja. Het zijn loopjongens van de regering. Ja, maar even toch voor de mensen, want ik moet het snappen, zij moeten het snappen. Want u heeft een betoog gehouden over Melissa, over meneer Roger Kahn en meneer Yokohama. Mm-hmm. En drugs en casino.
En dus meneer Yokohama wil een casino bouwen in Guyana, maar daar heeft hij een vergunning voor nodig. Primair een vergunning voor nodig. Ja. Welke vergunning? Een hotelvergunning. Ja. En in die hotelvergunning wordt meestal als subvoorwaarde opgenomen. Ja. U verkrijgt het recht een casino te exploiteren. Duidelijk. En u dat zegt, is wat speelde. Ja, en u zegt van dat die vergunning verkregen is. Tenminste, heeft meneer Yokohama nou die vergunning gekregen door tussenkomst van meneer Santoki, die dan weer een verplichting aangaat naar meneer Ivanali? Precies, dat is wat we constateren. Ja. We constateren dat meneer Santoki onbevoegd een toezegging doet, ja, aan zijn ambtsgenoot in het buurland. Ja. Toch? Ja. Dat staat vast, ja, want we hebben nooit aangekondigd gekregen. Ik ga naar Guyana en ik ben een geweldige president. Ik ga Guyanese zelfs visvergunningen geven. Ja. Toch? Dat is nooit aangekondigd. Toch? Nee, duidelijk. Nee, iedereen, ik bedoel, zijn ministers die kijken ook verrast. En van wat krijgen we nu over ons? Maar goed, dat is meneer Siewdin die zegt, ik heb dat niet gewoest. Maar dat zal waarschijnlijk niet voor meneer Ramdin gelden. Want die was al die tijd met meneer Santoki ook bij dat bezoek in Guyana. Ja, want als we de begrotingen van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij erop nalezen, meneer, ja, daarin is niet het voorgenomen beleid in vastgelegd dat de regering van plan is visvergunningen, nee, aan Guyanese te schenken. Ja, ja. U moet bevoegd worden, ja, om dat te doen. Hoe verkrijgt men de bevoegdheid daartoe? Niet omdat je de presidentiële functie vervult, wel nee. U moet een goedkeuringsbesluit van de Nationale Assemblee eerst binnenhalen. Mm-hmm. Dat doe je hoe? Of je doet een specifieke voorstel, of je neemt het op in je begroting onder het ministerie van Landbouw en Visserij en Veeteelt en Visserij. Dat is niet gebeurd. Dus we zien dat meneer Santoki, ja, machtsmisbruik tot uitvoering laat komen. Ja. Hij negeert, hè, wat de grondwet heeft geregeld. U mag alleen besluiten uitvoeren waarvoor u toestemming heeft verkregen. Dat doet meneer Santoki niet. Hij maakt misbruik van zijn positie, zegt u. Hij is in strijd, ja, met de grondwettelijke bepaling aan het handelen. En ook de wet op de comptabiliteit wat betreft de begrotingsvoorstellen en het geaccordeerd krijgen vanuit de DNA. Ja. Begrijpt u? Ja, dus dat is zeer technisch. Ja. Technisch juridisch beschouwd. Hij is onbevoegd geweest dat te doen. En twee, in internationale rechtsverkeer geldt dat meneer Irfan Ali helaas, sorry voor hem, ja, hij kan zich er niet op beroepen dat meneer Santoki een rechtsgeldige aanbod heeft gedaan. Onrechtsgeldige. Precies. Ja, maar dan oké, okay, nee, duidelijk, maar goed, dat heeft, ik bedoel, een herenakkoord is ook een herenakkoord. Hè? Bedoel, even, je kunt formeel, ja, en materieel bekijken. Irfan Ali heeft verwachtingen gewekt bij zijn mensen thuis. Want hij heeft een deal met zijn collega-president van Suriname. Ja. Hij mag vertrouwen dat wanneer die met elkaar iets hebben afgesproken, dat ook nagekomen wordt. Natuurlijk kan het zo zijn, zoals u zegt, dat het totaal geen rechtsgeldige consequenties heeft. Maar wat betekent dat in de in de bilaterale relatie tussen de twee? Ja, nee, het internationaal recht, ja, meneer Kasteram, gaat uit ook van wilsovereenstemming. Ja. Alleen binnen het internationaal recht hebben we geregeld gekregen dat procedureel moet verlopen. Ja. Het is niet zo dat wanneer twee regeringsleiders elkaar ontmoeten, zij een overeenkomst tot stand kunnen brengen zonder
ja, een goedkeuring vooraf gekregen te hebben van hun nationale parlementen. Ja. Dat behoort meneer Irfan Ali te weten, dat behoort meneer Santokki te weten. Ja. Dat betekent, een beroep doen op opgewekte vertrouwen is niet rechtmatig. Nee, duidelijk. Meneer Irfan Ali had zich ervan moeten vergewissen, hè, in het internationaal verkeer, hebben beide partijen naar elkaar toe twee verplichtingen. Een informatieplicht, meneer Karteram, en een onderzoeksplicht. En binnen het stramien van deze twee plichten, ja, had meneer Irfan Ali zich ervan moeten vergewissen dat meneer Santokki bevoegdheid had verkregen een dergelijke toezegging te kunnen doen. Hoe kon hij dat doen? Wel, nu heeft een waarschijnlijk residerend ambassadeur in Suriname. Ja. De ambassadeur zit niet uit zijn neus te peuteren. Hij houdt in de gaten wat er daar besproken wordt, wat in het parlement, ja, in openbare vergaderingen aan het aan bod is gekomen. En als daar aan bod is gekomen dat het voornemen bestaat vanuit de regering, toestemming verlangende van de DNA om 150 visvergunningen te verlenen, dan had de Guyanese ambassadeur die informatie opgepikt en had hij de plicht dat door te brieven naar de regering in Guyana en daardoor zou het binnencijpelen bij de president van Guyana. Ja. Dus meneer Irfan Ali kan zich helaas er niet op beroepen dat meneer Santokki vertrouwen zou hebben opgewekt en dus daardoor meneer Santokki gebonden is, verplicht is te leveren. Nee, geen sprake van. Ja, maar kennelijk waren ze zo amicaal met elkaar bezig, hè, dat men dus niet heel formeel op dit soort van zaken, nou ja, zijn ingegaan. En amicaliteit vanuit, nou ja, komen en gaan, vrouwen, noem maar op. En dan, nou ja, we zijn toch landen die met elkaar op. Ja, nee, we zijn twee landen die nu toch wel uitdagingen hebben, gemeenschappelijke uitdagingen, we gaan samenwerken. Nou ja, dus in die zin, wellicht niet heel professioneel, maar toch wel informeel, wat, nou ja, dit punt buiten de formele orde geregeld. Het gaat bij mij erom dat dit dispuut nooit had moeten zijn ontstaan. Want het schaadt de bilaterale relatie tussen die twee landen. Wel nu, meneer Katten, Suriname heeft Guyana niet nodig. Dat weet ik. Toch? Bovendien, in de relatie Guyana-Suriname zweeft er iets daarboven waar ik zeer ontevreden over ben. Ja. Het feit, het grensdispuut dat wij hebben ten aanzien van het Tigri-gebied. Ja. Het zuidwestelijk deel van Suriname, ja, het noordoostelijke, zuidoostelijk deel van Guyana. Toch? Ja. Guyana heeft een groot gebied van Suriname, bij wijze van spreken, ingepikt. Ja? En men bespreekt dat dossier niet, men negeert het, men laat het liggen, men houdt het buiten het vizier van iedereen. Ja? En ze willen een brug gaan bouwen, waarom? Om de cocaïnehandel te faciliteren. Niet meer, niet minder. Ja, is dat de reden waarom men een brug wil bouwen? Meneer Karteram, wij hebben geen economische banden met Guyana. Ja. Wij verdienen niets aan Guyana. En de Guyanees aan ons? De Guyanees verdient aan ons. Wij kopen melassa bij ze. U weet, wij doen niet meer aan retail in Suriname. Ja. Voor onze suikerimporten zijn we volledig afhankelijk geworden van Guyana. Ja. Onze Surinaamse rum, Borgo. Ja. We moeten het niet meer benoemen als ze zijn Surinaamse rum. Anno Disso. Ja, die melasse komt uit Guyana. Het is Guyanese rum. Ja, dus u zegt van die brug dient Surinaams belang niet, maar eerder het belang van de Guyanezen. Uiteraard. Ja. Nou ja, niet het belang van Guyana, het belang van de drugshandel, ja, hè? De drugscriminelen. Ja, maar goed, oké. Okay. Nou ja, dat punt was er, dus ik dacht ik ga dat even met u bespreken.
Dan, meneer Bihari, wat ik niet voor mogelijk had gehouden, is toch bewaarheid geworden. Namelijk dat binnen de privaat als de publieke instellingen er sprake is van toch wel onveilig werkomgeving voor de vrouwen. En er zijn een aantal kwesties, cases, bekend, die bij iedereen in Suriname bekend is. Maar er is niemand die daar iets tegen doet. Niet zeg maar ministerie van Justitie en Politie. Maar ook niet de PG. En ik heb gisteren gezien dat een delegatie van een vertegenwoordiging van de DNA een brief heeft gestuurd naar de PG. Om een kwestie bij de Hakeringbank zo snel mogelijk toch wel te vervolgen. Bent u op de hoogte van wat zich bij de Hakeringbank heeft afgespeeld? Ja, ik leg u een vraag voor, hè? Dat is heel moeilijk. Ik heb de media beschouwd, maar ja. U weet, ik ben ook connected met vele Surinamers. Ja, weet ik. Toch? Ja. De gemiddelde Surinamer, de hooggeplaatste Surinamer, et cetera, ja. De geïnformeerde Surinamer, et cetera, et cetera. Ja. Meneer Kataram, dit dossier heeft verschillende aspecten. Ja. Wij weten dat Suriname geen democratische rechtsstaat is. Dat wil zeggen, de wet en het recht regeert niet. Nee. Dat is een feit, dat staat onomstotelijk vast. Ja. De grote moordenaar loopt vrij rond, ja. Speelt meneer de baas in dat land, als dansende, meneer Tralala. Ja. Toch? Ja, voor mij is hij ter ruste nu, toch? Pardon? Hij ligt nu ergens in zijn tuin gewoon te slapen. Nee, hij slaapt niet. Oh. Deze man kan niet slapen, hij is bang aangepakt te worden, gelooft u mij. Oké. Okay. Nee, dus daarvan geen sprake. De wet en het recht leeft niet in dat land. Ik heb veelal ja. In het algemeen, wanneer ik analyses heb gepleegd, alles doorgrond naar het meest fundamentele gebrek of oorzaak waarom zaken niet lopen in dat land. Ja. En dat is een gebrekkig ontwikkeld geweten. Niet alleen bij de politici, maar ook bij de burgers, de ambtenarij, de zogenaamde topbestuurders binnen het Openbaar Ministerie, dan wel het zakelijk leven, de bankdirectie, etc. Ja. Dat hebben we gezien. De wet en het recht leeft niet in Suriname, meneer Carteran. Kan ook niet leven. Waarom niet? Omdat Suriname een narco-staat is. Ja, meneer Stef Blok heeft ten eenenmale uitgesproken, er is sprake van een failed state. Hè? Ja. Nou, het was bijna oorlog geworden vanuit de NDP-bende toen. Maar ja. Goed, ze hebben het land vernietigd. Ja. Ze respecteren de wet en het recht niet. En nu gebeurt er iets bij een bankaire instelling, de Hakeringbank, laten we dat bij naam noemen, naming en shaming, mag. Ja. Ja? Omdat het een bijzonder instituut is binnen een land, hè? Ja. Een algemene bank, ja. Hè? Gebaseerd op vertrouwen, gebaseerd op integriteit, toch? Integriteit van het bestuur van een bank, maar ook integriteit aan de zijde van de burger, cliënt, bankrekeninghouder. Ja. Je mag je niet schuldig maken aan witwaspraktijken en de bank moet daarop toezien. Ja. Maar integriteit heeft verschillende lagen. He? Op het niveau van normaal, fatsoenlijk gedrag. Ja. He? Je ethisch onderscheid, het geheel van fatsoen en moraal, regels dat een bankdirecteur in zijn brein moet hebben. Ja. Daarvan is waarschijnlijk dat hij in strijd daarmee gehandeld zou hebben. Ja. Heel simpel, waarschijnlijk Amambe Freutina Wandame of Actie Wandame, je ziet er lekker uit. Ja. Hè? Ik ben vanavond vrij of wat dan ook. Ja. Ja, Kogo. Ja.
zoiets toch? Wat er werkelijk hij, is. Hij heeft geprobeerd haar het hof te maken. Ja, precies. Ja, maar dat is toch niet grensoverschrijdend? Ik bedoel, dat is, Het fenomeen is, de feiten relaas daarover hebben we niet vernomen. We hebben alleen een beeld in de media opgeroepen gekregen dat hij schuldig zou zijn aan ongewenste intimiteit. Ja. Noem het grensoverschrijdend gedrag. Ja. Maar wat de feitelijke handelingen zijn geweest, u weet het niet, de Surinamer weet het niet, ik ook niet. Ja, ja. Toch, nee, okay. Niemand weet het. Ja, maar goed, het feit dat het grensoverschrijdend is, betekent dat het zeg maar de grens van fatsoen overschreden heeft. Dat is prima, maar dat ik wil dat objectief vaststellen dat daarvan sprake is. Ik ben niet geneigd een conclusie van een individu over te nemen, vooral niet wanneer er sprake is van strafbare feiten. Ja. Maar nou begrijp dan ik wil dat ik de feiten over het voetlicht gebracht zien worden, meneer Carteram. Ja, maar dan hoor ik, er is een slachtoffer en dat is een vrouwelijke medewerker van de bank. Die heeft haar beklaag gedaan bij intern bij de verantwoordelijke instanties. Ja. Toch? Klopt dat of niet? Kijk, alles wat u zegt, dat beaam ik, meneer Carteram. Ja. Alleen waar ik toch aandacht voor vraag, het is tegelijkertijd een zware beschuldiging. Ja. En het is een zeer verfoeilijke, zeer verwerpelijke, zeer onacceptabele gedraging wanneer dat zich heeft gemanifesteerd in de realiteit. Ja. Ben ik, daar sta ik gewoon achter, onacceptabel. Ja. Maar ik vind, gegeven de functie die betreffende persoon vervult, nadat de slachtoffer aangifte, althans een melding daarvan had gedaan binnen de organisatie. Ja. Ik heb geconstateerd dat dat proces van afhandeling niet juist is, niet zuiver is. Precies. Dat kunnen we vaststellen. Ja. Toch? Ja. Er is geen objectieve behandeling geweest van de aanklacht vanuit de slachtoffer toe. En ik noem maar slachtoffer, u weet, we hebben dit fenomeen nu zeer actueel in de Nederlandse samenleving, binnen de VVD. Ja. En de huidige regeringsleider heeft gepoogd de slachtoffer te ontkennen, te dehumaniseren, te spreken van een casus. Dat doe ik niet. Ik spreek van er is waarschijnlijk een slachtoffer. Toch? Ja. Daarmee erken ik in potentie dat er sprake is van een slachtoffer, een benadeelde, een onheus behandelde individu. Ja. Daarvan is geen sprake geweest tot nu toe wat ik heb gezien vanuit de Hakkeringbank uit. Oké, dat is een feit. Prima, er zou een aanklacht liggen bij het Openbaar Ministerie. Ja. Via de politie, neem ik aan. Ja. En we constateren natuurlijk, wij constateren het OM, het Openbaar Ministerie, de PG, mevrouw Paraxin, doet geen uitspraken. Ze hullen zich in stilzwijgen. Ja. Maar we weten ook, meneer Carteram, meestal in het algemeen zal een vervolgende autoriteit niet in de openbaarheid treden zolang het geen adequaat vooronderzoek gepleegd zal hebben. Mm-hmm. Oké, we weten ook dat het Surinaamse Openbaar Ministerie onvoldoende bemand is geraakt, toch? Ja. Komen werkarmen tekort. In die zin. Tegelijkertijd zeg ik ook van wanneer een dergelijke zware aanklacht, want het moet als een zware aanklacht worden bestempeld, want het is nodig dat te doen. We moeten dit schoonmaken in de samenleving. Vrouwen mogen zich niet onheus behandeld voelen, toch? Ja. Dan wel geconfronteerd worden met ongewenste intimiteiten. Erger nog, in een onderworpen toestand gebracht worden. Ja.
toch? Dat ja. is hoogst vervoerlijk, onacceptabel, niet doen, nooit accepteren. Dat betekent dat het OM het ervoor had moeten kiezen snel haar onderzoekshandelingen te plegen in hoofdlijnen, kijken of er een vermoeden van strafbaar handelen aanwezig is, en snel in de openbaarheid treden. Precies. Met een woordvoerder. En dat laat het Openbaar Ministerie na. Dus dat verwijt kunnen op tafel leggen. Ja. Dan ga ik nu naar de Nationale Assemblee. Ja. Ze hebben een brief getekend daar, meneer Kataram, en de vraag is: mag dit gebeuren? Dat het kan gebeuren, dat, we hebben het meegemaakt, het is gebeurd, maar mag dit gebeuren zoals het zich heeft gemanifesteerd? En daar heb ik ernstig kritiek op, meneer Kataram. Ja. Er moet, hè, ze vertellen ons, wij zijn een democratische rechtsstaat. Ja. U en ik weten, het is niet waar, vele burgers die vaste luisteraars van u zijn, zullen dat ook nu weten. Suriname is geen democratische rechtsstaat. Maar goed, meneer Santokki zou de wet en het recht respecteren. Ja. Dat heeft hij gezegd. Heeft hij van mij geleerd, hoor, maar dat gaat hij nooit beamen. Hij zou daarvoor staan. En wat constateren wij? Dat de wetgevende macht, de scheiding der machten disrespecteert. En dat vanwege deze brief. En dus omdat zij deze brief hebben gestuurd naar de PG, strijden ze en handelen met de trias politica, zegt u. Het fenomeen is het volgende, meneer Kataran. Ja. We hebben in onze grondwet een bijzondere bepaling. Ja. Namelijk in lopende onderzoeken, dan wel strafvervolgingsprocessen. Ja. Mag de wetgevende macht zich niet ermee inlaten, niet bemoeien. Ja. Je moet je mond houden. Ja. Maar je moet het standpunt innemen. Helaas kan en mag ik niet spreken. Ja. Het is de uitvoerende macht, de rechterlijke macht, toch? Ja. Ik mag daarin niet ingrijpen middels een brief. Ja. Maar meneer Bihari, meneer Kataram, wat mag de DNA wel? Ja. Wanneer de DNA overtuigend bewijs zou hebben dat het Openbaar Ministerie haar wettelijke taken niet naleeft, dan pas had de DNA toch een brief, een strafklacht. Ja. Of een verzoekschrift mogen indienen bij het Openbaar Ministerie, toch? Ja. Van meneer, mevrouw de PG. De maatschappelijke orde is ernstig geschokt geraakt. Het rechtvaardig onderzoek. Dus ik verzoek u dat ter hand te nemen. En is dat laatste nou net niet gebeurd? Dat is toch wat het parlement ziet? Het parlement ziet. Ziet, meneer Bihari, het parlement ziet dat er een feit is in die samenleving, een strafbare feit, en waar tot dan toe door de officiële instanties, in dit geval het Openbaar Ministerie, totaal geen beweging gemaakt is om die zaak op te pakken en uit te pluizen, te onderzoeken. Nee, dat weet u niet, dat weet ik niet, u niet, de burgerij weet dat niet. Het Openbaar Ministerie guldigt zich in stilzwijgen, maar dat wil niet zeggen dat het geen adequaat onderzoek aan het uitvoeren is. Die conclusie mogen we nog niet trekken, zolang ze heeft gesproken, meneer Carter. Wanneer komt het nou? Ja, dan tast iedereen in het duister, toch? En dat is het fenomeen. Ja. Dus de DNA of de ABOP, NDP en NPS coalitie, of DNA-leden, toch? Ja. Als zij zeggen ze staan daadwerkelijk als rechtschapen parlementslid voor de wet en het recht. Ja. En dat ze pretenderen daarvoor te staan. Ik kom daar straks op terug. Ze laten zien dat ze de pretentie hebben
voor de wet en het recht te zijn, maar hun handelings geschiedenis tot nu toe laat zien dat dat krom is, en in dit geval zeer zeker. Ja. Het mocht niet zijn een bekritiserende geschrift. Het had moeten zijn een verzoekschrift tot oppakken van de aanklacht, dan wel een strafklacht indienen met medewerking van de specifieke slachtoffer in dit geval. Een jonge dame of jonge vrouw. Is niet gebeurd. Waarom zeg ik er is sprake van een pretentieus handelende groep DNA-leden, meneer Kataram? U weet, ik heb met u vele dossiers besproken, toch? En ik heb ook zwaarwegende strafbare handelingen over het voetlicht gebracht, meneer Kataram. Toch? Ja. Heeft deze DNA, zoals het daar is, consequent gehandeld? Nee. We kennen allemaal de reportage van Toan Huis in zaken de mogelijke goudfraude in dat land. Ja. Heeft u ooit gehoord dat DNA-leden een brief hebben gestuurd aan de PG? U moet handelen? Nee, toch? Nee. Mevrouw Patricia Etnel had de oorlog verklaard aan de VAP. Ja? Wat is haar inborst in dit verhaal, meneer Kataram? Volksverlakkerij. Dat is haar inborst. U denkt dat dit tweede belangrijke dossier, meneer Kataram. Ja. Zwaarwegend dossier. Uit de Oppenheimer-lening, u weet wel, hoefdraad, had zichzelf gefeliciteerd. Ik heb 550 miljoen geleend. Ik geef 300 miljoen aan staatsolie. Staatsolie zeg ik nee, ik heb 261 miljoen ontvangen, toch? Ja. Strafbare feiten. Niemand doet wat, geen enkele DNA-lid. Ja. Het wordt nog sterker. Achijbertien zegt nee. Uit die 550 miljoen hebben we 335 miljoen US dollar geleend aan staatsolie. Ook niet waar. Hebben deze DNA-leden een brief geschreven van PG ga onderzoek doen? Nee, toch? Ja. Ik noem dit allemaal volksverlakkerij. Ja. En meneer Kataram, sorry dat ik het moet uitspreken, dit is etnische politiek. Voeden in Suriname. Hoe bedoelt u etnische politiek voeden? Nou, met uitzondering van de crimineel Ashwin Adin. Ja. Toch? Hij is een futuboy. Hij heeft geen enkele belang binnen de NDP. Toch? Ja. Waarom noemt u hem crimineel? Wel, ik heb toch eerder uitgesproken dat de regering Bouterse een criminele organisatie vertegenwoordigt in de realiteit. En omdat hij dat deel... We hebben het kassenreserve debakel, we hebben Blauwmeer debakel, toch? Ja. Misbruik van centrale bankgelden, misbruik van geld van burgers van Suriname. Ja. Niet van de centrale bank, is van de burgers van Suriname, toch? Ja. Vele malversaties hebben plaatsgevonden. Hebben deze DNA-leden laten zien aan het volk. Wij staan daadwerkelijk voor de wet en het recht. We gaan ingrijpen. We gaan een strafverzoekschrift indienen bij de PG om dit aan te pakken. Nee, toch? Ja, maar even terug naar dat etnische. Want u koerste naar dus die brief, hè, die getekend is door NDP, NPS... En nog eentje? ABOP, ja. U legt een verband tussen etniciteit en die samenstelling van ondertekenaars? Dit is het instrument dat alle politieke partijen in Suriname gebruiken, meneer Kata. Ja. Bij tijd en wijle de etnische snaar aanroeren. Ja, maar ze snijden zichzelf toch in de vingers als ze nu... Nee, maar daar is het Surinaamse volk te dom voor. Okay. Ze kunnen dat niet doorgronden dat ze bespeeld worden, meneer Kataram. Nou... Laten we eerlijk zijn. Ja, maar nou lees ik op Facebook af en toe wat berichten, meneer Bihari, helpt u mij? En dan zie ik inderdaad daar allerlei etnische sentimenten
de revue passeren. Mm-hmm. En men zou een link leggen tussen VHP en de Haaklimbank. Welke link zit daarin? Ik weet, meneer Karteram, is geen link tussen VHP en Haaklimbank. Er is geen? Is er niet. Oké. Maar waar? Ja? Dus zeggen maar, dat VHP of de puppetmasters achter de VHP hierbij belang hebben, is klinkklare onzin. Maar waarom hebben zij dan die brief niet mede ondertekend? Nou, misschien hebben zij wel het juiste rechtsgevoel aan de dag gelegd. Door te zeggen, nee, wacht eens even, scheiding der machten, wij mogen nu niet handelen. Ja, ja. En als we zouden moeten handelen, kan dat alleen in de vorm van een strafklachtverzoek. Ja. Of een verzoekschrift. Ja. Maar niet een bekritisering zoals dat nu in dat geschrift is verwoord. Ja, oké, duidelijk. Het is een verschil, meneer Karteram. Ja, helemaal eens. Maar even toch terug naar dat onderwerp. Het is een heel belangrijk punt. Ik bedoel, vrouwen moeten te alle tijden zich veilig voelen op de werkvloer. Nou heb ik een aantal incidenten de laatste dagen in de media voorbij zien komen. Ik heb begrepen dat het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen ook een dergelijke casus is geweest. Kortom, en uit allerlei onderzoekingen blijkt dat in Suriname vaker sprake is van ongewenst gedrag. Hè? Met name vanuit de zijde van de man naar de vrouwen toe. Gebeurt ook vanuit de zijde vrouw van de mannen toe. Maar verhoudingsgewijs ligt het aan de kant van de vrouwen in vele malen hoger. Het is een waar probleem. Daar moet iets aan gedaan worden. Het is structureel. Ja. Het is een, en waarom is het structureel, meneer Karteram? In een machtsstatelijk land, waarin een kleine groepje de macht heeft en de grote massa in een armoedig bestaan moet overleven, dan is het voorspelbaar dat de vrouw zich moet onderwerpen. En meestal dat de vrouw in een afhankelijke relatie werkzaam zal zijn. Ja. Dat is de situatie in Suriname. Ja. Helaas, in Suriname, we kennen het regelmatig uitgesproken, nou, een macho-cultuur draait het op. Ja. Maar is dat niet zo? Ja, maar goed. Leeghoofdigheid compenseer je door macho-gedrag. Mm-hmm. Dat is Suriname. Suriname, een narco-staat waar een maffiabende de macht heeft. Ja. Kleine groepje, zeer kleine groep, met onderwerping van de massa. Geen sociale bijstandsuitkering, zodat mensen zich onafhankelijk nog kunnen manifesteren in het leven. Daarvan geen sprake. De grootste groep is daar werkloos, toch? Ja. 70.000 als ambtenaar aangemeld, toch? Ja. Afhankelijke relatie. In een afhankelijke relatie heb je gerealiseerd onderworpenheid en in die situatie verkeren de grootste groep mensen in Suriname en natuurlijk ook de grootste groep vrouwen die daardoor dan misbruikt kunnen worden. Ze willen het niet, maar ze verkeren in een afhankelijke relatie in dat land, meneer Karteram. Ja. Ze worden onderbetaald, ze moeten werken, maar ze worden onderbetaald. En dit is een voedingsbodem voor ongewenste intimiteiten in dat land. En natuurlijk de kleine groep machtige mannen, toch? Ja. Die dan zullen bestaan, hebben zich op zichzelf beschouwd een leeg bestaan in dat land. Dat weet ik. Ze presteren niets, niets cultureels. Het zijn geen nobele mensen in de samenleving. En deze mensen hebben op zichzelf beschouwd een stressvolle leven daardoor. Ja. En mensen onder stress, meneer Karteram, psychologen en psychiaters hebben dat al lang vastgesteld. Ja? Wat doen die, dat soort mensen? Vooral wanneer ze in een machtspositie verkeren. Ze verlaten zich tot dit onfatsoenlijk gedrag in het maatschappelijk verkeer. Ja. Maar goed, bedoel, het zal de politici, de president, de minister van Just Pol en de voorzitter van het parlement niet vreemd zijn dat dit gebeurt.
Is het niet vreemd dat zij als het parlement als wetgevende macht en de regering die toch wel de uitvoerende macht vertegenwoordigt, dat die geen werk van maken om voor de vrouwen een veilig werkplek te creëren. Door paal en perk te stellen, middels allerlei regels, middels gedragscodes. Dat is prima. Ja. Die vraag werpt zich op natuurlijk. Waarom doen ze het niet? Ja. Gewoon gebrekkig ontwikkeld geweten. Rechtsgeweten. Rechtsgeweten is het resultaat van in je brein geïncorporeerd hebben de wet en het recht. En de wet en het recht is gebaseerd op fatsoen en moraal, toch? Maar omdat de mens niet wil luisteren, hebben we ervoor moeten kiezen sommige regels en wetten en regelgeving vast te leggen. Maar daarboven is een deel ongeschreven gebleven. Ja. Ongeschreven regels van fatsoen en moraal, meneer Carteran. En dat kan niet in een samenleving bestaan, of voedingsbodem hebben, wanneer er sprake is van een narco-staat, een maffia-staat. Ja. Maar wij doen een beroep op het bestaan van, ja, maar wacht even, wij zijn mensen. Wij hanteren gedregels van fatsoen en moraal. Ja. Toch? Ja. Dat is wat u doet eigenlijk. Een aanname. En op grond van die aanname voort redeneren en de vraag opwerpen van, joh, waarom doen ze ABC niet? Anodé, wij verwachten dat ze iets in zich hebben dat er niet is. U zegt, dat rechtsgeweten bestaat niet bij de mensen die de vrouw... Nee, we zijn bij voortduring. Ja. Volkstoneel ten aanzien van de decembermoorden. Ja. Toch? Schrikbarende staatskasseroof. Ja. Santokki had een grote mond toen hij zei, 2 jaar voor de verkiezingen, we gaan het geld halen. Ja. Hij heeft geen cent binnengehaald. In tegendeel, hij zit nog meer geld te laten stelen door monetaire financiering, et cetera, toe te staan. Oké. Okay. Meneer Bihari, ik heb onlangs gelezen dat de centrale bank weer van die termijndeposito's heeft uitgebracht. Ja. Tegen weliswaar een veel lagere rente. Ja. Waar verschilt die van de vorige dan? Want inflatie is nog altijd 65%. Mm-hmm. De koers is... dollar versus SRD niet anders dan het was. Waarom is bij de vorige, obligatielening de rente 60-80% geweest? En waarom gaat men nu, ik heb begrepen, dat zit in de tientallen procenten, onder de 30%? Mm-hmm. Waar zit het verschil in? Dit is spielerij. Ja? Dit is spielerij. Ja. Toch? Wat is het fenomeen, meneer? Wat is onze norm als we dit moeten beschouwen en beoordelen? Ja. Rente moet altijd in een gezonde economie, in een economie, hoger zijn dan de inflatie. Ja. Dat is de economische wetmatigheid. Mm-hmm. Oké. Okay. Wij weten allemaal dat inflatie in de wereld toeneemt. Wij weten ook dat Suriname een importeconomie heeft. Wij importeren alles van bruine bonen, ja, tot kaas, et cetera. Ja. Dat betekent we hebben importinflatie. Ja. Twee, wij hebben structureel hyperinflatie in Suriname sinds de regering Bouterse aan de macht is. En hyperinflatie ga je niet in 1 jaar, 2 jaar kunnen tegenhouden, afbouwen, meneer Carteran. Mm-hmm. Dat is nog nooit iemand gelukt in de wereld. Geen enkel land heeft een hyperinflatie zoals Suriname dat kent, binnen 2 jaar weggehaald. Kan niet. Het betekent dat de inflatie in Suriname, zoals in het herstelplan was aangekondigd, 49%, ja,
Maar de laatste publicaties van het Algemeen Bureau Statistiek zegt dat de inflatie boven de 50% is. Ja. Nou, hoe kan je mij als bankdirecteur nou komen vertellen, ik ga een termijndeposito verkopen en de banken moeten het kopen voor een rente van 30% terwijl de inflatie 50% is. De bank zegt, ik teken een contract om armoede te leiden. Wie is nu gek bezig? Ja. Wie is nu gek bezig, meneer Carteram? Ja, maar goed, ze presteren toch wel, hè, om dat tot uitvoering te brengen. Ja. En ik begrijp dat er toch wel enige omzet is gemaakt. Kijk, wat is er gebeurd? Mensen willen begrijpen, toch? Ja. We moeten de realiteit gaan begrijpen. Wat speelt werkelijk op de achtergrond? Ja. En de feiten, de realiteit, de feiten zijn... Boekeringbank, ESB Bank, Tina Bank hebben allemaal geld geleend aan de regering. Ja. En nu weet de regering, hè, kan niets terugbetalen sinds 2019. We zijn in een faillissementstatus wat betreft de regering geraakt. Ja. Oké. Maar we hebben gezien, voordat 2019 intrad, dat de economie al neerwaarts ging. Ja. Noem het technische recessie. Ja. Ja. Suriname verkeert in een depressie. Ja. U moet niet vergeten, vorig jaar goudproductie bij een van de goudbedrijven. Ja. Is bijna gehalveerd geraakt. Terwijl u weet... Althans, misschien heeft u het niet onthouden, 90% van onze valutaverdiensten is vanwege twee goudbedrijven, Newmont en IAM Gold en Staatsolie. Ja. En een van ze heeft een halvering van de productie gehad. Ja. Dat is een zware aderlating wat betreft dollarverdiensten. Klopt. Dat betekent het land, ja... heeft nooit een stabilisatie kunnen realiseren vanuit de situatie waar het vandaan is gekomen. Ja. Laten we zeggen, toen de regering de regeermacht kreeg. Ja. We zien ook dat het de betalingsbalansdata verzwijgt. Ze publiceren niet de Mekibratori. En meneer Geiber zien, hij hybridatori dat hij, en dan komt hij zeggen, oh kijk hoe geweldig ik ben. Ik heb meer staatsinkomsten dan Bouterse ooit heeft gerapporteerd. Ja. Dat is het al lee. Ja. Het is een eendimensionale berichtgeving. Ja. Zonder onderlegging van bewijsdocumenten. Ja. En contrafeiten. Die dat ook moeten bewijzen. Amiki Briatori. Ja, ik zag onlangs toch wel een overzicht ergens in de krant. Ik zag een overzicht van prestaties in de zin van inkomsten uit al die bronnen die u genoemd had, dat in 2021 bij elkaar gerekend zo'n 16 miljard SRD binnen was zeg maar gehaald. Klinkt dat ongeloofwaardig in uw oren? Meneer Carteram, ja. U moet geen enkele data van ze vertrouwen. Het zijn allemaal eendimensionale data. Wanneer gaan wij data erkennen? Ja. Wanneer het via kanaal A tot ons komt en dezelfde data via kanaal B verifieerbaar kan worden vastgesteld. Mm-hmm. Maar wat krijgt u nu? Alleen vanuit één kanaal krijgt u informatie. En dat moet u dan maar geloven. Ja. Ik ben niet zo opgeleid om dat te doen, meneer Carteram. Ik moet het verifiëren via andere kanalen, ja. Waar dezelfde informatie dan wel andere data die een directe of een indirecte relatie heeft met wat verteld wordt, zal hebben. En ik dus de geloofwaardigheid van de uitgesproken data kan vaststellen. En dat is nu niet mogelijk. Ja. Ik lees dat via de algemene banken 427 miljoen in dit... kader bij de aanbod van 13 april was aangeboden.
Kijkt u, het fenomeen van de banken is het volgende, meneer Carter. Hakkeringbank, DSB Bank hebben al 2 jaar rekeningen niet gepubliceerd. In hun laatste jaarrekening dat ik heb gezien, heb ik een zware negatief eigen vermogen geconstateerd. En we weten, van de 2 jaren daarna volgen, kan dat nog alleen maar negatiever geworden zijn. Ja. Oké, wat zeg ik eigenlijk? Het eigen vermogen van het bank is negatief geworden. Dat betekent, u bent technisch failliet. Ja. Nee, dat is wat we als economen vaststellen. Ja, op basis van regelgeving. Ja. Wanneer je eigen vermogen negatief is, dan ben je failliet, klari, bam. Maar goed. Dan moet je onder staatstoezicht van de centrale bank komen. Ja. Maar hebben ze nu gedaan. Oké. Om nou te verhullen, te verzwijgen, waarom de centrale bank geen toezichtsfunctie heeft overgenomen bij deze banken, verzwijgen ze die 2 jaarrapporten. Ja. Want als je die jaarrapporten zou hebben, dan zou je zien, omigado, de man failliet. Maar centrale bank heeft niks gedaan. Dan hoe dan? Ja, oké. Maar voor mij als leek is het een beetje toch wel verwarrend wanneer u zegt, die handelsbanken zijn zo goed als failliet. Ja. Maar ze presteren het wel, 427 miljoen, lees toch wel in het kader van de OMO, toch? Want dat is het, de centrale bank vraagt de handelsbanken hun SRD's in te leggen voor een periode van 3 maanden of 2 weken, tegen, in de vorm van een termijndeposito, krijgen ze dan 30%. Waar komt dat geld vandaan dan? Kijk u, meneer Carter, wat gebeurt er tussen de bank en de centrale bank wanneer dit plaatsvindt? Ja. Hakkeringbank zegt, ik heb 100 miljoen in kas. Ja. Hij beweert dat. Is dat waar? Ik zeg, dat is niet waar. Ja, maar zij zeggen, het is waar. Ja. En zij zeggen aan de centrale bank, ik heb 100 miljoen in kas. Ik koop een termijndeposito voor 100 miljoen. Ja. Ja? En ik zal zogenaamd deze 100 miljoen niet gebruiken in het bankverkeer om nieuwe leningen te geven aan burgers of bedrijven. Dat is de bedoeling. Toch? Dat is het kenmerk van dit verhaal. Dat de bank zegt, ik ga termijndeposito's gebruiken om te zorgen dat het geld geblokkeerd raakt bij de banken, geen nieuwe leningen verstrekt worden. Dat is de bedoeling van dit beleid. Ja, okay. Maar ik weet, de banken zijn failliet, de manamoni. Ja, maar dan houden ze toch het land en zichzelf voor de gek? Ja, maar dat is Suriname. Het is een en al voor de gekhouderij. Ja, wij staan er misschien versteld van. Ja. Ik niet. Okay. Ik weet dat daar structureel leugens en bedrog verkocht worden. Ja, maar ze krijgen, meneer Bihari, ze krijgen wel voor die 100 miljoen dan 30% rente over periode, toch? Ja, dat is geldschepping, monetaire financiering, dat verboden was. Ja. Want de centrale bank is ook failliet, dat weten we. Al hebben we de laatste 2 jaar rekeningen niet. De centrale bank is ook failliet, heeft ook een negatieve eigen vermogen. Moet zogenaamd geherkapitaliseerd worden. Ja. Maar de regering mag dat niet doen, want wat houdt herkapitalisering in? Ja. Dat de regering overtollige gelden beschikbaar zou hebben en het aan de centrale bank zou kunnen geven door nieuwe aandelen van de centrale bank te kopen. Ja. Begrijpt u? Ja. Daarvan geen sprake. De regering nam money, toch? Het bankair systeem heeft geen geld. Ja, wie gaat dan aandelen kunnen kopen? Niemand. Ja, dus fictief inleg en je krijgt wel echt geld voor terug. Zo is dat. En dat is wat ze doen. Volksverlakkerij, volksbedrog. Ja, in strijd met de overeenkomst dat ze hebben gesloten met het IMF. Toch? Ja. Dat is gaande. En IMF, die ziet dat toch allemaal ook? Ja, dat denkt u en ik. Het IMF is niet dom, denken u en ik, toch? Ja. Dus Josie, waarom zien ze dat niet? Nee, meneer Carteram,
Het IMF staat in Washington en het kreeg papieren toegezonden vanuit de regering. Meneer Gijbersing tekent dat document af. Yeah? Ja. Maar die data is vals, is onjuist. Nee, ik heb gelezen dat ze binnenkort een bureau stationeren in Paramaribo. Nee, u had het anders moeten interpreteren. Vertel. Nu komt het IMF het bestuur werkelijk overnemen. Want ze gaan nu bij het ministerie van Financiën zitten, ze gaan nu bij de Belastingdienst zitten, ze gaan nu bij de douane zitten. En dan gaan ze kijken hoe het geld binnenkomt en of dat juist is en volledig gerapporteerd gaat worden. Ja. Dan krijgt Suriname stront aan de knikkers. Dat is, gaat dat inderdaad gebeuren? Denkt u dat ze... Ja, ja, dat gaat gebeuren, want ik ga ze informeren. Ja? U gaat ze informeren? Ik ga ze ook informeren, maar ze gaan het vaststellen. Want ze hadden het gezien toen Bouters in 2016 de boel bedonderde. Ja. Ze hadden het gezien, Bouters tak, pak je biezen en ga weg uit mijn land. Ja, toen weet ik. De vraag is, kan Santokki dat nu doen, ja of nee? Aan IMF zeggen donder op. Ja, kan hij dat doen? Denkt u dat hij dat gaat kunnen doen? Hij kan het doen, maar. Ja. Behoort dat te geschieden? U weet, zonder die valutas van het IMF, afvolk, die zou dit demoren snel en ja, in grotere getalen. Ja. Ik heb laatst een verzoek gedaan aan een huisarts in Suriname. Ja. Vertel mij wat het aantal suïcidegevallen, hè, zelfdodingen, zijn geweest de afgelopen 5 jaar. Ja. Ze kon het me niet zeggen, waarom niet? De metapatori, ze vertellen het niet. Wordt niet geregistreerd. Het zal wel geregistreerd worden, maar ze vertellen het niet. En de artsen maken er geen punt van, ze zwijgen ook mee. Ja. Treurig. Meneer Bihari, het laatste punt. Ik dacht, ik hou dit punt tot het laatste moment. Hè. want daar heeft u dan waarschijnlijk heel veel vuurwerk voor. meneer Santokki en meneer Ramdin, die hebben met heel veel tamtam toch wel aangekondigd dat het team geen dreamteam was. En om effectiviteit van beleid en efficiëntie te bereiken, zouden een aantal spelers zijn in het team die niet optimaal functioneren. En dat er een evaluatie is gemaakt. En dat op 19 april dan afscheid genomen zou worden van een aantal van die mensen. En dat anderen voor in de plek zouden komen. En wat schetst ons tot onze verbazing is dat op 19 april alles behalve er een reshuffling heeft plaatsgevonden. Hoe is dat verhaal op u afgekomen? We hebben de aankondiging vernomen. We hebben het rumoer afgelopen 3 weken in de samenleving bespeurd dat er reshuffling aanstaande zou zijn. Ja. We hebben ook opgepikt dat er waarschijnlijk wrijving bestaat tussen ABOP en de VAP. Toch? Nou, we hebben het in de media gezien, dus het was niet... Ja. Maar ik gebruik de uitspraak, er bestaat wrijving tussen ABOP en VAP. Ja. Toch? En eentje voelde zich misplaatst, meneer Ronnie Brunswijk, de drugshandelaar, moordenaar, toch? En hij koos ervoor, ik ben zwak, dan ben ik brokomi. En hij ging een video viraal maken via social media. Ja. Dat doen zwakke mensen. Toch? Een leugenachtige verhaal ophangen om de tegenpartij zwart te maken. Ja, was dat verhaal leugenachtig? Ik bedoel dat hij zei dat... Ook de waarheid daarvan kunnen we niet vaststellen, want zoals ik zei, meneer Carteran, er vond geen objectieve verslaggeving plaats van de bestedingen van alle ministeries. Ja. En ook dat. Ja. We kunnen niet vaststellen wie liegt en wie de waarheid spreekt. Ja. Ja goed, maar Ronnie liet wat overzicht te zien, hè. En kwam op een 500 miljoen bijna uit. En toch wel ressus die niet uitbetaald zouden zijn.
dan wel te laat uitbetaald door de minister van Financiën aan zijn ministers, lees ABOP-ministers en Partij Roer-ministers. En het punt die hij maakte, ja, zonder geld kunnen mijn ministers niet werken. Dus als mensen niet hebben gewerkt, kun je ze ook niet evalueren. Ja, dan, waarom heeft Ronnie Brunswijk niet gezegd, eigenlijk hebben we waarschijnlijk geen voldoende staatsinkomsten. Ja. Dus de staatsinkomsten waar hij bedient zich op beroep, dat ze hoger zijn dan wat Wouters rapporteerde. Het is blijkbaar een leugen, want je bent niet daar op de stoel gezet om geld te sparen. Nee. Je moet de noden lenigen, je moet goed beleid financieren en zorgen dat het goed gaat in het land. Ja. Maar if you have money, you know man do. Nee. En dat is de realiteit. Ja. Ze hebben geen geld, ze hebben geen economie. Ja. En dus, dat is het fenomeen. Ja, maar goed. De reshuffling, meneer Kateram. Ja. Toch? Was aanstaande. Brunswijk vond van, mijn god, ik heb geen competente reserve ABOP'ers in huis, van Modou, toch? Ja. En hij vindt natuurlijk van, je tast zijn machtspositie aan door voor hem te beslissen. Ja. Dat is het verhaal. Ja. Emotionaliteit, machtspolitiek, in plaats van het landsbelang. Ja. Maar goed, we zien, ik bedoel, het feit dat dit toneel zich heeft kunnen opvoeren, is het bewijs dat toch wel daar niet, vanuit een bepaald plan, vanuit een bepaalde ratio, een land wordt bestuurd. Dat er president is die vanuit een bepaalde structuur regeert en bestuurt, maar dat het heel ad hoc is, van dag tot dag. De waan van de dag, beleidsuitvoering, ja. Meneer Carteram, toen wij hun herstelplannen gingen bespreken, toch? Ja. Heb ik al uiteengezet van, joh, dit planwerk voldoet niet. We hebben vastgesteld dat hun vermogen tot het opstellen van planwerken ernstig tekortschiet. Ja. Ja, ik had een socioloog gebruikt om als baas van dat herstelplan te fungeren. Ik heb het cijfermatig onderbouwd, zeer analytisch onderbouwd, dat dit een waardeloos plan is. Ja. Ja? Ik had voorspeld toen, je komt nergens terecht met jouw planwerk, wat nu is gebleken. Na een jaar. Ik had ook het betoog opgeworpen, wanneer een leider dit soort fouten toelaat en deze fouten terug te voeren zijn tot zijn beslissing in het selectieproces van ministers en directeuren en adviseurs aan te stellen, toch? Ja. Wanneer hij daarin faalt, dan faal je ook als leider. Met andere woorden, we hebben niet alleen een ministeriële probleem, een deskundige probleem, we hebben een leiderschapsprobleem. Duidelijk. En dat is Suriname. En ja, in dat land is er niet sprake van democratisch bestuur. Er is sprake van machtspolitiek. Ja. Brunswijk, er blijft president ook, toch? Ja. Er loopt de andere daar rond die als koning wordt betiteld. Alsjeblieft. Ja? Heb ik iets gemist? Wie is de koning in dat land? Nou ja, Albert Ramdien wordt als koning bestempeld in dat land. Ja, maar goed, ik bedoel, eer aan hem die eer toekomt, meneer Bihari. Ik bedoel, de man is altijd, een duizend. En met dat principe ben ik het met u eens, eer wie de eer toekomt. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, meneer Carteram, Albert Ramdien heeft totaal geen track record waarop we ons mogen verlaten dat hij goed kan doen in dat land. Ja. Nee, ja, maar met en tegendeel. Ja. We zijn een failliet land. Ja. Het heeft geen zin ambassadeposten te ontwikkelen en in stand te gaan houden. Ja. Ja? Onzin. Ze hebben weer drie benoemd, hè? Hebt u gezien? Eén in Venezuela. Ja. Venezuela via, en Cuba. Cuba, ja. En nog eentje in India. Ja. Ja. Het heeft totaal geen zin, meneer Carter. Ja. Wat heeft een ambassadeursrelatie
Suriname opgeleverd afgelopen 46 jaar. En dat vroeg ik me ook af. Is er een... Niets. Ja? Niet. Nee. Niets. Ik heb een vriend en hij houdt dat toevallig bij, omdat hij ook ex-ambassadefunctionaris is geweest, weet u wel. Ja. En hij zegt, we hebben sinds 1975 nu meer dan 98 ambassadefunctionarissen aangesteld gekregen. Ja. Maar we hebben geen bewijs dat het enig voordeel heeft opgeleverd. Ja, en het kost heel veel geld. Ja. Ja, kost de staat heel veel geld, toch? Ik bedoel, en het kost ons veel geld, toch? Al failliete boedel, Inamoni, en toch ga je dit soort uitgaven plegen. Ja. Totaal onzinnig. Ja. Maar dat doen ze om hun koninkrijk in stand te houden, meneer. Had men met dat reshuffling verhaal misschien toch wel enige imago-schade van onbetrouwbaarheid, het vertrouwen in die samenleving... Heeft men daarmee willen corrigeren? Heeft dat afrechts gewerkt? Was dat het doel waarschijnlijk van ze? Nou, kijk, in hun ogen mogen we ervan uitgaan dat zij ervoor kiezen een reshuffle-beleid toe te willen passen. Ja. Toch? Ja. Met de bedoeling... Van kijk, ik ben daadkrachtig, ik ben een wijze leider, ik grijp in, ik moet veranderingen doorvoeren, ik doe het. Toch? Ja. En wij gaan applaudisseren, geweldig, je hebt het goed gedaan. Ja. Dat verwacht hij. Ja. Maar we weten ook. Ja. En Suriname wordt er bij voortduring. Ja. En ik ga terug naar, voor mij 1996, tot nu toe, meneer Kataram. We hebben structureel daar zogenaamde reshuffling-beleid gehad. Het heeft Suriname nooit vooruitgebracht. Nooit. Ja. Huh? Ja, het eerste geval uit de jaren 90 dat ik ken is meneer Pierre Kaan. Okay, minister van Buitenlandse Zaken, daarna minister van Sociale Zaken. Ja. Het heeft totaal geen verbetering gebracht. En sterker nog, zijn die beter opgeladen. Het land raakte toen zwaar failliet. Ja. Toch? Ja. Nee, reshuffling, meneer Kartaram, heeft als functie volksverlakkerij te dienen. Het volk weer kant in de ogen strooien van geef me nog een jaar, ik ga mijn best doen. Nee, ze gaan niet hun best doen, het zijn volksverlakkers. Ja. Ja, en het volk moet een keertje opstaan en zeggen tot hier en niet verder. Ja, ja. En bovendien, meneer Bihari, tenminste, ik kijk als een leek naar dat gebeuren rondom reshuffelen. Ik bedoel, om iemand van zijn positie lezen weg te halen, op basis van een evaluatie dat hij het niet goed gedaan heeft, moet toch van tevoren eerst een goede opdracht aan hem gegeven zijn. Laten we het geval economische zaken mevrouw Walden beschouwen. Precies. Mevrouw Walden, coalitie. Katori Waka. Laten we kijken. Ze sturen haar met vakantie. Ja. Ze gaat naar Dubai. Toch? Ja. 88.000 euro. En zodra ze daar in Dubai zit te genieten van een cocktail. Heerlijk. Wordt er verteld, je hoeft niet meer terug te komen. Mevrouw Koolliepsing gaat waarnemen. Ja. Is dat een manier van beleidsuitvoering, meneer Kartaram? Nee, precies. Dus er is geen plan. Cowboypraktijk. Ja. 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 Willekeur, onbezonnenheid, irrationaliteit, onverstandigheid, etcetera, etcetera. Anoso je draaien aan kondre, anoso bestuurt moest ab in vorm. Ja. Duidelijk. Dat is wat er gaande is. Dat is wat wij zien. Wat we moeten zien is dat meneer Santoki, onze vriendje uit Lelydorp, die met 6 auto's om zich heen met sirene en al rond zit te rijden, toch? Ja. Intimiderend naar het volk toe, meneer Kartaram. Ja. Ja, wanneer je op de weg zit met je auto en je krijgt die loeiende sirenes, niet van 1 auto, maar van 7 auto's te horen, dan raak je geïntimideerd. Zeker. Zijn partijgenoot heeft een punt van gemaakt, hè, in het parlement.
Ja. Ja, ik herinner me. Dat het zwaarwegende punt had moeten zijn voor hem, vind ja, ik. Ja, die dacht een nummer te maken. Dacht hij, ik heb niks. Ja, dus... nou, volksverlaterij, volkstoneel. Ja. Volkstoneel, meneer Carter. Ja. Ja. Natuk. Ja. Ja. Ja? Ze belazeren het volk, zegt u. Juist. Ja. Hm? Ja, want al die maanden had hij daar geen... Maar het volk wil belazerd worden. Blijkbaar ook. Ja. Dat is wat we constateren. Ja. He, ze belazeren het volk en het volk zegt, ik kom belazer mee maar. Ja, laat het maar. En ik had eraan. Ja. In een economie dat in een depressieve toestand verkeert, ja. Heel concreet, een van de goudbedrijven, onderdeel van 90% van je exportopbrengsten, is de halvering van de omzet gerealiseerd. Ja. Dat want economic money. Dan hoe kan het zogenaamd zijn dat je koers gestabiliseerd raakt, terwijl wij weten dat wanneer IMF zegt je moet je koers vrijlaten, meneer Carteran, je koers moet op dagbasis fluctueren. Ja. En als we weten dat de helft van een van de goudbedrijven exportvaluta's niet binnen zijn gekomen en je hebt al geen valuta, je hebt een tekort, de vorige boef had alles gestolen, toch? Ja. Dan kan je mij niet zeggen dat mijn economie een toestand heeft gefloreerd heeft gekregen, waardoor ik een stabilisatie van de munt kon krijgen. Dat is onzin. Ja. Een vrije marktkoers betekent dat de koers op dagbasis moet fluctueren. In Suriname spreken ze economische wetmatigheden tegen, meneer Carteran. Dat is wat we zien. We zien dat ze de koers... Ja, al 6 maanden lang zogenaamd op 1 niveau houden. Wie houdt wie voor de gek? Ja, maar goed, er is nogmaals aan de andere kant toch wel een geldschieter. En dat geldschieter heet IMF. En die nee, zegt... is onvoldoende daarvoor, meneer Katran. Bovendien, de koers is voordat de eerste storting van het IMF kwam, ja, al op hetzelfde niveau gebleven. Ja, nee, wat ik wil zeggen is, u schetst een aantal ontwikkelingen in de economie, mm-hmm, waarbij je de impact van die ontwikkelingen niet ziet, als het gaat op koersontwikkeling. Hè? Mm-hmm. En IMF zegt dat ze tevreden is over de uitvoering van het programma door Suriname. Waar baseren ze die conclusie op dan? Ja, IMF heeft dat gezegd op basis van valse rapporten door meneer Agaibersing ingediend. U zegt meneer Agaibersing fraudeert? Ja, dat zeg ik. Maar daar komen ze toch een keer daarachter? Ja, maar dat duurt weer even. Ja. Minimaal 6 maanden vanaf ja, nu. Ja. Want IMF komt nu onderzoek doen. Ja. IMF gaat 3 kwartaal onderzoek, 3 maanden onderzoek doen en dan gaan ze zeggen, oh. Wacht even, wat ik hier zie klopt niet. Ik ga nog een keer diepergaand onderzoek doen. Dus dan zijn we 6 maanden verder, ja, 7 maanden verder, hebben deze boeven de macht 6-7 maanden langer kunnen behouden, langer kunnen stelen, want dat is wat ze doen. Aladdin de mij voeren, toch? Ja. En dan gaan ze zeggen, IMF donderop. Ja, maar oké. Okay, ja, dus u zegt van, dit is een plan. En ze doen het willens en wetens zoals het nu gebeurt. De boel in de maling nemen. Met oh, als ja, doel over 6 maanden dan toch wel afscheid te nemen van de IMF. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk, meneer Carter. Ja. Zeer waarschijnlijk. Ja. Want anders moet het IMF zeggen, wacht even. Niet de vorige regeringsleider is alleen een boef geweest, maar jullie ook. Meneer Bihari, meneer Achaibersing ziet er toch heel erg eerlijk uit. Voor u, voor mij niet. Ik weet te veel, meneer Carteram. Ja. Ik verzwijg op dit moment feiten, ja, waaruit blijkt de oneerlijkheid van meneer Achaibersing. Nou, vertel, wat weten wij dat nee, u... Nee. Ik heb het u al eerder gezegd. Ik ga dat nog niet prijsgeven. Ja, oké. Okay. Meneer... Ik heb al uitgesproken dat ik een strafklacht tegen Boutersen in het internationaal systeem heb aangebracht. Ja, toch? Ja. Nou, één is één, één. Ja. Je hebt dat er ook één is, toch? Waardoor één en één twee wordt, toch? Ja, nee, duidelijk. Ja. Oké. Dus, maar ik ga op dit moment
dat deel nog niet prijsgeven. Nou, we waren nieuwsgierig. We dachten tegen deze tijd van de dag, zo rond bijna 6:30 krijgen we thuis toch wel een mededeling. Ja, je zegt, ga het niet doen. Oké, nee, ik respecteer dat. Oké. Ja? Nee, als je niet wilt doen, moet je het niet doen, hè? Ja, nee, ik ga nergens toe dwingen. Ja. Ja, laat ik het maar nog niet doen. Nee, okay. Laat ik het gereserveerd houden. Ja, nee. Ja, laat hij maar de eerlijke jongen spelen. Ja? Des te zwaarder zal de klap komen. Nou, ik ben nieuwsgierig. Ik heb geduld. We gaan het afwachten. Komt eraan. Komt okay. Eraan. Meneer Bihari, is een onvermijdelijkheid, meneer Kassaram. Ja. Iets dat onvermijdelijk is, betekent het zal zich manifesteren. Ja. Zoals ja. Elke dag de zon opkomt, is een onvermijdelijkheid, toch? Ja. Niemand houdt dat tegen. Dat wat is gebeurd door mij te doen, zal zich ook als een onvermijdelijke manifestatie zich presenteren. Ja, en dan zullen we zien dat deze eerlijke jongens, ja, een man met 10 schone vingers, vuile handen hebben, oneerlijke jongens blijken te zijn. Ja, oké. Ja, nee, ik las ook dat bericht over DSB en over Assyria, dat daar nogal wat vervelende handelingen hebben plaatsgevonden, waarvan ik dacht van ja, hoe kan dat? Ik bedoel, ik zie de man niet daar. Ja, dat dossier hebben we besproken, het Blauw Meer dossier, onderdeel daarvan. Ja. U weet, in die zaak heeft de rechter geoordeeld, er is sprake van een criminele organisatie. Toch? Ja. Waarbij Hoefdraad betrokken is, Van Trik betrokken is, Ashwin Agnew en Oostiel Alibak, et cetera. Ja. Toch? Ja. Maar de hoofdleider van de criminele organisatie wordt thuis met rust gelaten. Dat kan niet. Ja. Dat kan, nee, het mag niet. Het kan wel, omdat je krom doet, toch? Mm-hmm. Maar het mag niet. Een criminele organisatie heeft altijd een leider. Ja, nee, en zeker. En nu zien we dat de rechter oordeelt, er is sprake van een criminele organisatie, maar de leider wordt niet benoemd, vervolgd, bestraft. Dat is het bewijs van het niet bestaan van een democratische rechtsstaat in Suriname, meneer Kartaram. Ja, ik krijg een vraag van een luisteraar die ik u ga voorhouden. Mm-hmm. Is al eerder binnengekomen, maar ik had het niet gezien. En die meneer zegt, vraag meneer Anand Bihari, even kijken, wat zou hij nu doen als hij mocht reshuffelen? Dat is simpel. Ja? Het is simpel. Moderne mens, wanneer het een beetje kennis heeft van openbaar bestuur, al mijn analyses hebben uiteengezet dat de leider faalt de juiste leiderschapskwaliteiten te hebben en te tentoon te spreiden. Ja. Dat betekent de leider moet naar huis, toch? Meneer Santokki. Ja. Meneer Brunswijk is geen leider. Ja? Het is een drugscriminele moordenaar. Hem wil ik niet eens meer benoemen. Ja? Ja. Dus de regeringsleider moet naar huis. Dat is meneer Santokki. De hele ministerraad die hij benoemd heeft moet naar huis. En er moet een zakenkabinet daar worden geïnstalleerd, die in samenwerking met het IMF de boel schoon gaat maken. Duidelijk. Met een gegijzelde DNA. Want DNA functioneert ook niet. Helder. Dat is wat nodig is. Heel simpel, kernachtig voor u neergezet, meneer Kartaram. Ja? Ja, nee, duidelijk. Dat is wat er moet gebeuren. Deze jongens, ja, kunnen het niet. Het zijn criminelen. Ik mag dat uitspreken. Okay. En ze mogen mij een rechtszaak aandoen. I just wait for it. Regen. We gaan een lekker maaltijd nuttigen, meneer Bihari, zo direct. ik zou zeggen, eet smakelijk zo direct. En nou, ik heb al gegeten. Oh. Waarom dus? Oké. Okay. Maar dank u wel. Het was mij weer een genoegen, meneer Kartaram. Eens gelijk. Ja. Eens gelijk. Ik hoop dat de burgers een beetje daarvan hebben opgepikt. De realiteit beter geduid gekregen hebben. En weten wat is en wat vals is. Ja, bon. Dank u wel. Dus met een eindconclusie, meneer Kartaram. Ja.
de PC moet in het dossier van die medewerkster van de bank ja. handelend optreden. Ja. Het mag zich niet verschuilen achter van ja, wij mogen niet spreken. Onzin. Ja. Dit bijzonder geval, ja. de maatschappelijke beroering die ja. is ontstaan, want ja. daarvan moet spreken, ja. rechtvaardig, ja. dat het OM, de PG, spreekt. Ja. Maar goed, wij spreken nu iets uit, veronderstellende dat onze PG ook een goed ontwikkeld rechtsgevoel heeft. Anodé. Ja, zou dat niet zo zijn? Nee, het is er niet, meneer Kataram. Oh. Is er niet. Mevrouw maakt een integere indruk op mij. Nou, ik heb kennis van een dossier waaruit blijkt dat dat niet zo is. Maar goed, één dossier rechtvaardig nog niet een zware oordeel. Ja. Maar gegeven het context waarbinnen ze opereert, toch? Ja. Het geheel van wat ik heb gadegeslagen, ja, stelt natuurlijk teleur. Nee, ze kwalificeert niet. Ja, zegt u dat ze ook kerven heeft opgelopen? Dat ze ook kerven heeft opgelopen? Zeer zeker. Ja? Zeer zeker. Zeer zeker. Okay. Ja. Nou ja. Helaas. Ja. Maar dat is meneer Kataram. Dit is een feit van algemene zin in Suriname. De grootste groep heeft een bevlekt verleden, een ja. besmet verleden. Ja. Ze behoren tot een gecorrompeerd netwerk, meneer Kataram. En dat is een gecorrompeerd netwerk dat deze machtsbehoud van de criminelen in stand houdt. Ja. En zegt u dat deze PG mogelijk in haar handelen beperkt wordt door machtsinvloeden? Haar gecorrompeerd verleden. Ja, oké. Okay. Haar ja. gecorrompeerd verleden. Ja. Ze is gefaciliteerd geraakt bij ja. Surinamers. Wanneer je gefaciliteerd raakt, dan neem je een onderworpen positie in, helaas. Ja, ja. Toch? Ja. Dat is gangbaar in dat land. Ja. En dat maakt dat criminelen hun macht behouden, meneer Kataram. Wat triest. Dat notorisch, zo werkt dat in het land. Ah, boom. Had u nog wat, of was dat het allemaal? Dan kunnen we nu afronden. ja, wilt u ons toch meenemen in dat verhaal wat u... Nee, joh, laat het. alle regeringen ja. van 2002 tot en met vandaag ja. Ja, bestaan uit criminelen. Ja, dat heeft u al een paar keer gezegd. Nee, maar nu zeg ik het. Ik had eerst een strafklacht tegen Bouterse ingediend. Ja? Ja. Ik heb dat ook ten aanzien van alle regeringsleden van deze periode gedaan. Ja. De ministers in dit kabinet, zijn dat allemaal criminelen, zegt u dat? Ja, toch, want je hebt hoofddaderschap ja. en medeplichtigheid, meneer Kataran. Ja, oké. Okay.